Drie delen waren dat uit het ballet Doornroosje van Tchaikovsky. Tot besluit van dit zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam met de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van chefdirigent Yves Abel. Tijdens dit complete Tchaikovsky-programma, want eerder op de ochtend hoorden we ook het eerste pianoconcert met pianiste Anna Federova. Ja, en ik zei al eerder, over 2 weken komt dit orkest weer terug. Zij spelen dan op 28 oktober het Halloween familieconcert. Spannend verhaal over de spoken van jammerzucht met fraaie muziek daarbij. Als u denkt, daar wil ik nog bij zijn met mijn kinderen of kleinkinderen, dan moet u snel zijn. Informatie vindt u op de website hetzondagochtendconcert.nl. Wij nemen afscheid van de dames en heren van de Noordwest-Duitse Philharmonie voor het moment en van chefdirigent Yves Abel. Dit was het zondagochtendconcert van deze 14e oktober.